De RET-directie biedt twee Amerikaanse toeristen die zijn bekeurd voor zwartrijden, geen excuses aan. De twee vrouwen konden geen geldig kaartje laten zien en voelden zich agressief behandeld. Directeur Pedro Peters van de RET zegt het gevoel te begrijpen, maar vindt dat er volgens de regels is gehandeld. FNV-bondgenoten heeft vanmiddag actie gevoerd bij ferrymaatschappij Stenenlijn in Hoek van Holland. De bond is een campagne begonnen tegen uitbuiting van niet-Europese zeevarenden. Stenelijn zou haar Filipijnse werknemers slechts 2,5 euro per uur betalen. Volgens de bond werken ze vaak 70 uur per week. De oude stadshavens in Rotterdam moeten een economische zone worden voor Chinezen. Dat zegt voorzitter Leonard Bikker van de onafhankelijke Rotterdamse denktank EDBR in het financiële dagblad. De Chinezen zouden vrij spel moeten krijgen in het ontwikkelen van grote plannen voor de oude stadshavens. Het live via internet uitzenden van crematies in Rotterdam slaat aan bij nabestaanden. Sinds juli is het mogelijk om bij Crematorium Hofwijk in Overschie de uitvaart direct te volgen via een webcamera. Nu al maakt 62% van de families gebruik van deze dienst. Via een speciale code krijgen ze toegang tot de internetsite. Ook is het mogelijk een dvd te krijgen van de uitvaart in Overschie.